Nee. In dit huis appen we niet of we nog een toetje mogen. Dus mag het? Nee. Gewoon even een knuffel. Bente. Godverman, hashtag me too. Wanneer was jij voor het laatst volstrekt gelukkig? Nu. We hebben alles. En ik hou van je. Moet jij zeggen, ik hou ook van jou? Dan wordt u als CEO reclameman van het jaar. Man? Man, ja, man. Sorry. Waarom begin je niet eens een goed gesprek met iemand? Ik ben klaar met die millennials. Ik heb er zo genoeg van. Ik weet van kindertinder af. Zullen we vanavond iets leuks doen? Gewoon, wij samen. Ah, Mark! Harder? Nee. Zet jij nou mijn telefoon? Sinds wanneer hebben wij een privé? Ja, maar schat, hoe lang zijn jullie al samen? Weet ik het, 134 jaar. Een ander? Huid? Ja, ik vond het ook wel weer verrassend. Spierballen heb ik nooit eerder bij hem gezien. Je hebt het niet druk, hè? Echt contact heb je toch maar met één persoon tegelijk. Ik heb iemand ontmoet. Ik dacht dat jij gestopt was. Soms denk je, wat is er onderweg gebeurd? Vroeger, als hij wakker werd, dan greep hij eerst naar mij in plaats van naar zijn telefoon. Welkom op de 10 minuten gesprek. Vijf. Moet jij niet even een avondje chillen? Helemaal niet. Hup, tandje erbij. Ik wil alles worden, maar ik word nooit een gedeukt gebakkie. Nooit. Ja, je houdt toch van hem? Oh. Nou, zeg dat dan. Ik hou van hem. Ja, tegen hem. Als je van iemand houdt, dan is er toch geen keuzemenu? Dat is een heel pakket. Dus dat neem je, of dat neem je niet. Oh, baby. Love really hurts without you. Maar dit is toch helemaal niet realistisch? Wie koopt dit nou? Echt?